Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Glutenvrije Podcast. De podcast van de Nederlandse Celiakie Vereniging. Wij zetten de juiste informatie over celiakie, glutengerelateerde aandoeningen en het glutenvrij dieet graag voor je op een rij. Mijn naam is Chris en ik ga in gesprek met onderzoekers, diëtisten en leden van de vereniging. En natuurlijk ook met artsen. Want wat is celiakie precies? Welke klachten horen hierbij? Hoe kom je tot de diagnose? En als je de diagnose hebt, wat dan? In deze aflevering is Peter Wahab te gast. Hij is maagdarmleverarts in het Rijnstaten Ziekenhuis. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over celiakie en de diagnose. Ook bespreken we de richtlijn die eraan zit te komen en beantwoorden we vragen van luisteraars. Welkom Peter Wahab. Ontzettend leuk dat je er bent. Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je kon komen. Welkom ook aan alle luisteraars. Velen van jullie hebben vragen ingestuurd via onze social media kanalen. En die heb ik hier voor me liggen. Dus ik ga proberen ze aan bod te laten komen. Ja, Peter, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Dus goed dat je er bent. Leuk. Je bent maag-darmleverarts in het Rijnstaten Ziekenhuis. Je weet dus alles over het stellen van de diagnose celiakie. Je ziet in je spreekkamer heel veel mensen met celiakie. Ja, of waar het vermoeden bestaat dat er celiakie of een glutengerelateerde aandoening speelt. Daarnaast ben je ook voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Celiakievereniging. Zit er nogal tot je oren in. Zit er tot mijn nek in, ja. Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Minder toevallig. Vanuit mijn opleiding tot internist ben ik... eigenlijk aan het einde van de interne geneeskunde opleiding ben ik de maag-darm-leverziekte ingestroomd. Mm-hmm. En dat is een prachtig vak. Praktisch met endoscopieën, chronische aandoeningen, mm-hmm. kwaadaardige aandoeningen, eigenlijk ook acute geneeskunde daarbij. En in die opleiding tot maag-darm-leverarts ben ik op een gegeven moment gedetacheerd in Arnhem, in het Rijnstaten Ziekenhuis, bij Chris mm-hmm. Mulder. Mm-hmm. En ik kreeg al de opdracht van mijn hoogleraar, van mijn opleider, van goh, ga daar eens kijken. Die Chris Mulder, die schijnt al veel te doen met celiakie. Ga eens kijken wat er nou van waar is, wat je ermee zou kunnen doen. En ik ben zeer hartelijk ontvangen in Arnhem door Chris Mulder. En die heeft mij direct betrokken in zijn rijdende trein van celiakie-onderzoek. Mm-hmm. Zijn betrokkenheid ook bij de patiëntenvereniging, zijn interesse in het hele veld. Mm-hmm. En... in de loop van maanden ben ik daar helemaal ingedoken. Tijdens mijn opleiding tot maag-darm-leverarts. En toen ben ik eigenlijk geleidelijk aan doorgestroomd, ook in het wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Chris Mulder had heel veel materiaal liggen. Mm-hmm. En dat is een schat aan wetenschappelijke informatie eigenlijk. Daar konden we eigenlijk vrij snel toch een aantal goede wetenschappelijke vraagstellingen formuleren en dat uit gaan zoeken. Dus zodoende is mijn enthousiasme eigenlijk steeds meer toegenomen. Mm-hmm. Ben ik heel enthousiast geraakt. En ook via Chris Mulder bij de patiëntenvereniging betrokken geraakt. En de wetenschappelijke adviesraad. En op die manier, komt van de een komt het ander. Het is natuurlijk een vakgebied binnen de... of een onderwerp binnen de maag-darm-leverziekte. Het is eigenlijk een heel, heel mooi ziektemodel. Dus vanuit het artsperspectief is het een heel... interessant gebied, omdat je weet dat er een bepaalde toxische stof is. Je weet dat er een reactie in het lichaam plaatsvindt. Je ziet dat er eigenlijk een heel breed scala aan klachten en verschijnselen op kunnen gaan treden. Het is een ontzettend interessant onderzoeksmodel. Mm-hmm. Dat klinkt natuurlijk heel technisch en dat is het ook wel. Want van de andere kant is vanuit het patiëntenperspectief ook een aandoening waar veel leed aan vastzit. En waar wat ook wel een significante ziekte en een aandoening die heel veel mensen betreft. Dus ook maatschappelijk is het een wezenlijke ziekte. Dus vandaar dat ik eigenlijk ook nadat mijn opleiding klaar was en ik als maag-darm-leverarts begonnen ben, eigenlijk altijd interesse ben blijven houden en betrokken ben gebleven bij de celiakie-wereld. Ja. En het zijn ook hele leuke mensen trouwens. Dat maakt het ook wel leuk. Ja, fijn om te horen. Zei je dus al, celiakie betreft heel veel mensen. Dat lijkt niet zo. Het lijkt alsof er niet zo heel veel mensen celiakie hebben. Maar dat heeft alles te maken met dat we heel veel mensen nog niet gevonden hebben, zeg maar. Dat is waar. Toch zou je kunnen zeggen dat het afgelopen... Ik ben al wat langere tijd betrokken hierbij. En mm-hmm. in de jaren 90, toen ik eerst betrokken was...
Toen was het nog zo dat het om een aantal duizenden mensen ging in Nederland. En langzamerhand is dat doorgegroeid. En de patiëntenvereniging zelf al zie je al een explosieve groei optreden. En dat zijn nog niet eens alle mensen die Surikie hebben. Dus nee. het is wel verdrievoudigd in de loop van deze 25 jaar. Ja. Ik denk dat je praat nu al over meer dan 50.000 mensen die Surikie zouden hebben. De patiëntenvereniging is al, ik meen boven de 30.000 leden. Dus het zijn wel hele grote getallen. Ja. Ik vind het wel een significante aandoening. Daarnaast bleef natuurlijk ook de gedachte. We weten vanuit screeningstudies dat er nog veel meer mensen zouden moeten zijn. Ja. Dat misschien wel meer dan de helft van de mensen helemaal niet herkend zijn als Surikie-patiënt. Ja. Maar het wel hebben. Dus het maakt de maatschappelijk nog interessanter eigenlijk. Ja, en dat is dus dat scala van klachten waar je net het over had. Er horen ontzettend veel klachten bij. Misschien is het goed om even uit te leggen voor de mensen die nog niet weten wat celiakie precies is. Peter, wat is celiakie? Je kunt het vanuit verschillende perspectieven weer bekijken. Mm-hmm. Ik denk dat de beste die zou kunnen uitleggen wat celiakie is, is een celiakie-patiënt zelf. Die kan uitleggen wat hij voelt, wat de ziekte inhoudt, wat het betekent voor zijn leven. Inderdaad. Vanuit het artsperspectief, gewoon een paardje meer over het ziektemodel. Nou, mm-hmm. Het ziektemodel van celiakie is een aandoening, een auto-immuunachtige aandoening. Mm-hmm. Die gebaseerd is, of die ontstaat vanuit verschillende factoren. Genetische factoren, omgevingsfactoren, voeding, microbioom. Allerlei factoren, denken we, hebben invloed op het ontstaan van celiakie. Mm-hmm. En dat leidt dan uiteindelijk tot een bepaalde immuunreactie. Die immuunreactie is al redelijk goed uitgediept. Hè? We hebben redelijk zicht op hoe die immuunreactie plaatsvindt. En bepaalde fragmenten van eiwitten, van gluten, kunnen tot een immuunreactie leiden. Bepaalde reactie in het bloed. Afweercellen, witte bloedcellen die worden geactiveerd. Er wordt bepaalde respons opgegeven. Dat heeft ineens in eerste instantie, of aan de ene kant heeft de reactie op het darm, primair op de darm. Daarbij zie je een zieke dunne darm optreden. En dat leidt tot directe gevolgen van een zieke dunne darm. Diarree, buikpijn, gewichtsverlies, tekort aan allerlei voedingsstoffen. Ja. Dus dat is het eerste en wellicht wel belangrijkste verschijnsel, of het kenmerk van celiakie. Maar daarnaast zijn ook nog heel andere verschijnselen. Dus moeheid, wat natuurlijk een gevolg kan zijn van de darmziekte. Maar ook vanuit andere oorzaken zou ik ze kunnen ontstaan. Maar ook neurologische aandoeningen kunnen ontstaan, gewrichtsaandoeningen kunnen ontstaan. Dus je hebt eigenlijk veel meer ook verschijnselen buiten de darm die kunnen gaan optreden. Ja. Dan is er nog een probleem dat niet alle mensen zijn hetzelfde. En ook niet alle celiakie-patiënten zijn hetzelfde. En wat we weten is dat de helft van de mensen met celiakie, kinderen en volwassenen overigens, die hebben het typische beeld van een ontstaan van diarree en buikklachten en gewichtsverlies. Het typische patroon. Maar meer dan de helft van de mensen hebben niet het typische patroon. En die kunnen, er hoeft niemand niet mager te zijn of afgevallen te zijn. Er zijn ook mensen die overgewicht hebben en toch celiakie hebben. Ja. Er zijn mensen die alleen met ijzergebrek zich presenteren, met bloedarmoede, ijzergebrek. Het is ook lastig om de typische patiënt te herkennen als arts. De typische patiënt zal wel gaan, maar de mensen die buiten het typische patroon vallen, die zijn moeilijker herkenbaar. De mensen met alleen maar moeheid of een ijzertekort of aften in de mond, dat zou ook kunnen. Ja, en dan is het interessant natuurlijk dat als je screeningsonderzoeken bekijkt, dan zie je dat het voorkomen binnen eigenlijk heel Europa, heel de wereld, zie je dat heel consistent terugkomen. Dat als je een hele populatie screent, dat er hele grote getallen uitkomen. Van de algemene populatie kan wel een half tot een heel procent zelfs van de mensen celiakie betreffen. Ja. Dat is natuurlijk gigantisch. Nou, of die mensen allemaal typisch celiakie hebben en of het allemaal belangrijk is om ze allemaal te herkennen, dat weten we nog niet eens. Het gaat om zoveel mensen. Dus stel je voor, 1% van Nederland zou celiakie hebben. Dat gaat om heel veel mensen. Ja, nou ja, dat zou dan 170.000 mensen zijn. 170.000 mensen. Die hebben we nog niet allemaal die in het vizier. Nee. Dus daar wordt ook veel over nagedacht. Hè. Moet je dan iedereen gaan screenen? Zou dat dan de moeite waard zijn? Dat weten we niet goed, want we weten ook niet goed of iedereen die celiakie heeft ook herkend moet worden. Er zit natuurlijk heel veel aan de ene kant wel, omdat je verborgen leed zou kunnen blootleggen. Ja. Mensen zou kunnen herkennen die misschien al heel lang met klachten van de buik, moeheidsklachten,
conditieproblemen kampen, onbegrepen klachten. En als je die herkent, zou je kwaliteit van leven fors kunnen verbeteren als je de ziekte herkent en de behandeling kunt gaan instellen. Ja. Maar het kan ook zomaar zijn, dat zien we natuurlijk bij veel screenings, mensen die bij screeningen voorkomen, die niet per se klachten hebben, wel celiakie blijken te hebben en eigenlijk achteraf heel boos zijn en zeggen, ja, ik heb nu celiakie-diagnose gekregen, moet een dieet volgen, dat is heel vervelend voor mij. Ja. Ik had geen klachten en nu wel, want ik moet een vervelend dieet volgen. Had ik het maar niet geweten. Ja. Dus dat is heel lastig, ook al omdat we niet precies weten of de risicoprofielen voor iedereen hetzelfde zijn. Kwaadaardige ziekte, botontkalking, deficienties aan, tekorten aan allerlei voedingsstoffen. Ja. Dat hoeft niet iedereen in dezelfde mate te treffen. Dus er is nog veel onderzoek nodig om te weten van hoe moeten we daarmee omgaan. Ja, dat begrijp ik. Als dus alleen al een vraag van wat is celiakie? Ja. Zoveel uitleggen en zoveel facetten van het leven ook erbij pakt. Ja. Dan is het een groot gebied. Ja. Ja, en eigenlijk zeg je dus, het is een auto-immuunachtige ziekte. En wanneer iemand met celiakie dus gluten binnenkrijgt, komt een auto-immuunreactie op gang. En in eerste instantie klachten binnen het darmgebied, maar het kan ook daarbuiten. Ja. En als we het over klachten hebben, dan gaat het over van diarree tot obstipatie, hè, verstopping. Maar ook de klachten die buiten het maag-darm gebied liggen, zoals vermoeidheid en ijzertekort. Ja, neurologische aandoeningen, gewrichtsklachten. Ja. Ja. Het is moeilijk, zeg je, om een algemene groep te beschrijven van celiakie-patiënten, omdat niet iedereen dezelfde klachten heeft. Zou je iets kunnen zeggen over welke mensen je zou adviseren om naar de huisarts te gaan? Bij wat voor soort klachten kan er toch celiakie zijn zonder dat men het weet? Nou, ik denk dat de meeste mensen als ze klachten hebben wel naar de huisarts gaan. Mm-hmm. Dus die wensen hoef je niet zozeer te instrueren. Het gaat misschien meer om de huisarts zelf die, als je iemand voor zich krijgt met klachten, dat die eraan denkt. Dat misschien nog veel belangrijker is. Wanneer zou een huisarts eraan moeten denken? Eigenlijk heel, heel breed. Ik denk dat natuurlijk de kenmerkende klachten van buikpijn, aanhoudende buikpijn, diarree, gewichtsverlies, dan hoort dat echt vooraan in je hoofd te zitten, dat je daar ook tenminste serologisch, een antistof in bloed gaat meten. Ik denk ook dat mensen met aanhoudende klachten van vermoeidheid, aanhoudende prikkelbaar darmachtige klachten, die niet typisch prikkelbaar darm hoeven te zijn, maar wel chronische buikklachten in wezen betreffen. Mensen met combinaties van wat spiergewrichtspijn, moeheidsklachten, dat in die groep ook gezocht moet worden naar mensen met celiakie. Ja, dus het zou wel helpen als huisartsen laagdrempeliger inzetten op bloedonderzoek naar celiakie. Ja, bloedarmoede. Bloedarmoede, kijk, als iemand een evidente oorzaak van bloedarmoede heeft, dan hoef je dat misschien niet te doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen met ijzergebreks bloedarmoede, waar je als screening wel celiakie zou moeten uitsluiten. Ja, en dus het doorzoeken, hè? Op het moment dat je bloedarmoede constateert. Ja. Niet alleen reageren met een aangepast dieet of een supplement, maar ook kijken van waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Ja, het gebeurt ook wel meer hoor. Dat is ook, je ziet natuurlijk ook in de afgelopen 20, 30 jaar dat het voorkomend herkennen van celiakie sterk is toegenomen. Wel mooi om te zien ook dat je de grootste toename ziet rondom gebieden waar celiakie onderzoek plaatsvindt. Leiden bij professor Meijerien. Was ook heel grappig om te zien dat destijds in Arnhem en nu nog steeds rondom Arnhem is er een hoog voorkomen van celiakie. Amsterdam was destijds eigenlijk heel chronisch. Dat was ongeveer 3 keer minder celiakie dan in de regio Arnhem. Ja. Maar met het verhuizen van Chris Mulder, die daar professor werd, is het voorkomen daar lucht in geschoten. Zo. Dus de herkenning van, het heeft ook te maken met bewustwording, met erover praten, daar onderwijs in geven. Dus ook binnen de maag-darm-leververeniging, de beroepsvereniging, het onderwijs, is ook veel meer aandacht gekomen de afgelopen 20 jaar voor celiakie. Ja. Ja, die bewustwording maakt dat mensen er eerder aan denken en dat er laag gekeken wordt. Ook de huisartsen zijn er mee bezig. Ja. Ook een huisarts in de wetenschappelijke adviesraad van de celiakievereniging. Die probeert ook meer te propageren, dat daar meer aandacht voor komt. Ja. Dus ik denk dat er wel vooruitgang is. Dat maar is er is nog een slag te winnen. Ja.
Oké, goed. Stel die mensen die zijn dus bij de huisarts geweest en die huisarts heeft inderdaad verder gekeken in het bloed en die vindt verhoogde antistoffen. Dan is eigenlijk de bedoeling dat er een verwijzing komt naar een maag-darm-leverarts. En dan komen ze bij jou, in het meest gunstigste scenario. Nou, of het per se bij mij hoeft te zijn, dat is maar de vraag. Maar bij een maag-darm. Ja. Precies, ja. Ja. Nee, zeker. Dat is een typisch patroon. Bij kinderen is het natuurlijk al een aantal jaren het geval dat als die antistoffen heel hoog zijn, mm-hmm. Meer dan 10 keer de limiet van de normaalwaarde. En nog bevestigd met een tweede antistoftest, mm-hmm. dan is dat voldoende voor de diagnose. Je kunt het nog ondersteunen met HLA-typering, met het genetische onderzoek. Ja. Maar dan heb je geen weefselhapje nodig. Dus geen scopie met weefsel van de dunne darm. Nee. Voor kinderen natuurlijk. Voor kinderen is dat al jaren en dag Europees ook geaccepteerd als diagnose. Mensen gaan op dieet. Mm-hmm. En dan wordt natuurlijk vervolgd gekeken dat die antistoffen verdwijnen. Dus alleen bij mensen met wat niet sterk verhoogde antistoffen, of bij twijfel over de diagnose, dan wordt nog wel een biopsie genomen. Bij volwassenen is daar nog twijfel over. Zijn we daar momenteel ook wel hard mee bezig om na te denken van kunnen we die diagnose ook niet eenvoudiger stellen zonder scopie en biopt. Mm-hmm. Er zijn een aantal studies ook de afgelopen jaren wel verschenen die sterke aanwijzingen geven dat waarschijnlijk ook mogelijk is. Dus we zitten eigenlijk op de drempel, denk ik, dat we dat ook gaan instellen. En dat mm-hmm. we misschien wel voor een kwart tot een derde van de mensen geen biopt en scopie nodig hebben. Maar dat puur op bloedonderzoek kunnen doen door antistofmetingen. Ja, dat scheelt enorm voor de patiënt. Ja, zeker. Dat zou tot meer de diagnoses kunnen leiden. Ook. Dat kan misschien de drempel voor diagnostiek verlagen. Dat mensen makkelijker niet opzien tegen een scopie. En misschien eerder toch het onderzoek willen ondergaan. Dat zou goed mogelijk zijn. Ja. Het heeft allerlei voordelen natuurlijk ook, hè, want het is ook kosteneffectief. Ja, natuurlijk. Ja. Een scopie is ook een duur iets. Het is belastend voor mensen, maar het kost ook wat. Ja. Het belast het ziekenhuis, het zorgsysteem. Dus als je het op die manier zou kunnen doen en dat veilig is, hè, want het moet ook wel zo zijn dat het betrouwbaar is. Ja. Dat je diagnose betrouwbaar stelt en niet onterecht een diagnose aangeplakt krijgt waar je levenslange dieet voor gaat volgen, wat misschien niet nodig zou zijn. Ja. Dus je moet het wel goed verantwoorden. En die mensen selecteren waarvan je echt zeker weet van nou, op grond van serologie kun je de diagnose stellen, heb je geen biopt nodig. En bij alle andere gevallen, omdat het een levenslange aandoening betreft, vind ik dat je wel een biopt zou moeten nemen. Ja, al is het maar om het helemaal zeker te weten, om de motivatie vast te houden voor het dieet. Ja, het is niet goed te verantwoorden om iemand zo'n streng dieet en zo'n belasting aan te op een raden vermoeden op, van. Op een vermoeden, ja. Ja. En even terug naar die antistoffen. Hè. Voor de mensen die voor het eerst over celiakie horen, die horen een antistof, hoe zit dat? Zou je eens uit willen leggen wat die antistoffen betekenen in de serologie en hoe dat in zijn werk gaat? Waarom kijk je naar verhoogde antistoffen? Zonder al te technisch te willen worden, komt het erop neer dat bepaalde gluten... Gluten is een eiwit. Gluten mm-hmm. zit in een eiwit wat in graan, darm en zo voorkomt. En dat de gluten dat komt in de darm, wordt afgebroken en fragmenten van het gluten die passeren de darmwand en komen daar in aanraking met het immuunsysteem. Altijd al eigenlijk, mm-hmm. alleen bij celiakie is het zo dat die eiwitfragmenten worden herkend als toxisch, als lichaamsvreemd en moeten bestreden worden. En dat leidt mm-hmm. tot een herkenning in zeg maar antigeen presenterende cellen, een soort cellen die als een soort poortwachter in de darm aanwezig zijn. Mm-hmm. En die zetten een systeem aan waarbij een immuunreactie op gang komt. Dus het eiwit wordt herkend als lichaamsvreemd en moet bestreden worden. En daarop worden een systeem in gang gezet waar afweercellen worden geproduceerd. Aan de ene kant de zogenaamde T-cellen, de T-cel-infiltratie. De celiakie is in principe een T-cel-gedreven ziekte. Waarbij die de schade in de darm veroorzaken. Maar je hebt ook een B-cel-reactie. Dat zijn weer andere afweercellen. En die produceren antistoffen. Nou, die antistoffen, daar weten we al jaren en dag van. Destijds in de jaren 70, 80 was al bekend dat de antigliadine een associatie had met celiakie. Maar tegenwoordig hebben we veel betrouwbaarder antistoffen. De tissue transglutaminase, TTG, of de gedeamineerde gliadine peptides.
bepaalde antistoffen die een heel sterke associatie hebben, een heel sterk verband hebben met celiakie. Het is nooit 100%, maar een heel hoge betrouwbaarheid. Dus als die antistoffen in hoge mate aanwezig zijn, dan, dan geeft dat een heel sterk vermoeden op celiakie. Het gaat richting 100%. Mm. Nou, en dat kunnen we dus gebruiken om de ziekte vast te stellen, mm, als die antistoffen er zijn. Dan weten we ook dat ze vrij specifiek zijn. Dat wil zeggen dat als mensen ze hebben, dan is die ziekte er ook aanwezig. En het, mm, hebben van antistoffen zonder die ziekte is uitermate zeldzaam. Komt allemaal niet voor. Mm-hmm. Dus die antistoffen kun je gebruiken om de diagnose te stellen. En je kunt die antistoffen ook gebruiken na de stellen van de diagnose, als mensen op dieet gaan, om te kijken of die dieet ook aanslaat. Of die immuunreactie ook tot rust komt. Ja. En dan dalen de antistoffen. Want als je die gluten weghaalt. Precies, dan verdwijnt, of dan mm-hmm, wordt die immuunreactie, die afweerreactie, die wordt stilgelegd. Mm-hmm. En dan wordt die productie van antistoffen ook stopgezet. Ja. Ja, ik kijk even ondertussen naar de vragen die binnen zijn gekomen. Want er worden best wat vragen gesteld over: kun je ook celiakie hebben zonder verhoogde antistoffen? Ja. Het is in de voorbijgaande jaren was het zo dat die antistoffen minder sensitief waren. Dat wil zeggen dat minder gevoelige tests waren om ze te kunnen aantonen. Dus mm-hmm, je kon nog wel wat mensen missen. En dat was wel zo dat tot wel 30-40% van de mensen met celiakie geen antistoffen maakten. Tegenwoordig zijn die antistofmetingen die zijn betrouwbaarder. Dus die percentages die zijn duidelijk afgenomen. Maar het is nog steeds wel zo dat mensen, bijvoorbeeld als ze minder gluten binnenkrijgen, wel celiakie hebben, maar vanuit zichzelf al gluten vermijden, dat ze veel lagere antistoftiters hebben, of geen antistoffen zichtbaar in hun bloed hebben, maar wel die glutengevoelige darmziekte hebben. Het komt wel voor. Het is niet heel veel trouwens, hoor. Nee. Dus die antistoffen die zijn toch wel nog redelijk betrouwbaar in het diagnosticeren, maar ook als antistoffen negatief zijn, je hebt toch een sterk vermoeden op celiakie, dan is het wel reden om dunne darmbio op te nemen om dat uit te sluiten of aan te tonen. Ja, en dan zou je in het leggen van de puzzel die de diagnose heet ook nog de HLA-typering kunnen. Ja, dat is zeker dan bruikbaar, de HLA-typering, dit genetische onderzoek. Daarvan weten we dat als mensen bepaalde patronen in hun genen hebben, dat die geassocieerd zijn met celiakie, die zijn als het ware een voorwaarde voor de mogelijke ontwikkeling van celiakie. Het is wel zo overigens dat die genetische patronen komen ook voor mensen die geen celiakie hebben. Ja. Dus ongeveer die HLA DQ2, DQ8, zoals we dat dan noemen. Mm-hmm. Dat komt voor bij wel 40-50% van de mensen in de hele populatie. Mm-hmm. Maar niet al die mensen hebben celiakie. Ja. Andersom is het wel zo, als je die genen niet hebt, dan komt celiakie echt niet voor. Nee. Dus als je de genonderzoek doet en je hebt niet de genen, dan kun je gerustgesteld zijn dat je geen celiakie hebt. Waar dan je klachten vandaan komen, dat is natuurlijk een tweede, maar ja, je hebt geen celiakie. Ja, want je noemt net HLA DQ2 en DQ8, maar incidenteel kan het ook voorkomen bij 7.5 en bij 2.2. Hoe weet een patiënt dat de hele HLA-typering volledig genoeg getest is, zeg maar? Door haar MDL-arts en microbioloog, medisch immunoloog aan te spreken en te vragen van, goh, is het goed uitgezocht? Ja. En waar kan een arts dan nakijken of hoe de juiste manier is om dat uit te zoeken? Alle MDL-artsen, alle ziekenhuizen hebben verbindingen met microbiologische laboratoria, mm-hmm, medisch immunologen. Mm-hmm. Die hebben daar verstand van en daar moet je mee kunnen overleggen om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Dus in de tests die gedaan worden, het is een specifieke vraag. Je vraagt niet alleen maar een DQ2, DQ8 patroon. Wat je wil weten is of iemand een patroon heeft wat bij celiakie zou kunnen passen. Dus je moet, het wordt ook altijd, er is altijd een goed gesprek, zeg maar, tussen artsen en de mensen in een laboratoria over wat voor testen daar gedaan worden en waarom. Ja. En wat de interpretaties daarvan precies zijn. Ja, dus eigenlijk kun je erop vertrouwen dat als een arts een HLA-typering aanvraagt om te kijken of de genen aanwezig zijn voor celiakie, dat ook die 2.2 en ook die 7.5 meegenomen worden. Ja. Ja. Want in de regel, ook in de podcast met Frits Koning, ging het voornamelijk over die DQ2 en DQ8. Dat zijn natuurlijk dat dekt het grootste precies lading. Ja.
Maar goed, er zijn dus ook wel zorgen soms over dat mensen denken van... ja, ik heb geen antilichamen. Monique heeft die vraag bijvoorbeeld. Die heeft geen antilichamen. Die heeft wel een MASH-score. Dus er is een dunne darmbiopt genomen en daar was schade te zien. Vervolgens heeft glutenvrij dieet geholpen om de darmen te herstellen. Maar zij vraagt zich af, ik heb het gen niet. Kan ik dan toch celiakie hebben? Die kans is erg klein. Ja. Dus je zult dat toch moeten nakijken. Ja, het is natuurlijk een heel specifiek geval wat je nu beschrijft. En ja, wat je natuurlijk in eerste instantie gaat doen is opnieuw naar het weefsel kijken van wat is er precies gezien. Schade aan de darm komt door honderden oorzaken ontstaan. Mm. En al die beelden kunnen wel door elkaar heen lopen. Dus hoe is de interpretatie van het weefsel geweest? Is dat wel typisch glutengevoeligheid geweest? Of kan dat ook andere oorzaken hebben? Ja, het typische patroon van celiakie betreft het infiltreren van het oppervlakteweefsel door lymfocyten. Mm-hmm. Dieper worden van crypten en het lager worden en verdwijnen van vlokken. Met wel een duidelijke infiltratie en een duidelijke ontstekingsreactie binnen dat hele slijmvlies. Maar dat kan heel veel overlap vertonen met ook andere aandoeningen. Infecties, ja. Geneesmiddeleffecten, auto-immune ontsteking van de darm. Dus er zijn allerlei andere mogelijke oorzaken die dat zouden kunnen verklaren. Dus je moet ook oppassen om zeg maar op één weefselhapje daar ook de 100% waarheid aan vast te koppelen. Dat geldt natuurlijk veel voor de geneeskunde in de algemene zin. Niks is 100% zeker. Dus je moet natuurlijk goed na blijven denken. Ja, maar ik kan me voor de patiënt zo goed voorstellen dat als je twijfelt aan de diagnose en het heeft zo'n groot effect op je dagelijks leven en op je sociale contacten en alles wat celiakie raakt. Ja. Dat je als patiënt toch graag zeker wil weten, heb ik het nou echt of niet? Ja. Nou, met zo'n, op zich is het een heel mooi voorbeeld wel. Met zo iemand zou ik in gesprek gaan en vragen van wat is nou, wat is je vraag precies? Hè? Als je zegt, ik wil per se weten, worden mijn darmen ziek van gluten? Mm-hmm. Nou, dan zou je kunnen overwegen om te zeggen, nou, dan gaan we een glutenbelastingstest doen. Dan gaan we je opnieuw aan gluten blootstellen. Je weet dat iemand op glutenvrije dieet heeft die blijkbaar een normaal... Je zou een uitgangsbiop moeten nemen op een dieet met een, waarbij je in dunne darmweefsel geen afwijkingen ziet. Mm-hmm. En als je dan gluten gaat geven, dan kun je op die manier aantonen of iemand een glutengevoelige darmziekte heeft. Wordt die darm ziek van gluten? Dus dan zou je een periode gluten kunnen geven, overmaat van gluten wellicht, en dan opnieuw weefsel gaan nemen en kijken of die darm ziek wordt. Ja. Dus dan heb je een soort provocatietest waarin je nog die glutengevoeligheid kunt aantonen. En zelfs dan, hè, als je degene niet hebt die het aantonen en het weefselonderzoek is wel afwijkend, maar niet typisch bij celiakie passend. Ja, soms moet je ook dan buiten de richtlijn treden en zeggen, nou, met deze persoon hebben we aangetoond dat er een bepaalde glutengevoeligheid in ieder geval is. Mm-hmm. Past niet in het heldere celiakie-definitiebeeld. Maar mensen hoeven niet per se in dat beeld te passen. Uiteindelijk kun je met iemand afspreken dat we toch beschouwen als glutengevoeligheid en dus ook begeleiden als iemand met celiakie en dus ook het dieet volgen. Ja. En soms is het heel lastig en moet je inderdaad buitengebaande paden treden. En is het beste om met mensen in gesprek te gaan en te kijken wat voor hen een beste strategie zou kunnen zijn. Ja. Ja, dat is mooi om te horen dat je dus met de patiënt in gesprek gaat om te kijken, wil je dat aangaan? Wil je zo'n glutenprovocatietest met dus voorafgaand en daarna een biopt? Of kunnen we het gewoon beschouwen als? Want ik moet denken aan een vraag die ook hierover gaat. Ik moet hem heel even erbij zoeken. Nou, misschien kan ik wel vast op inhaken. Dat er komt namelijk meer voor in de spreekkamer. Dat mensen zeggen, ik ben glutengevoelig. Mm-hmm. Ik heb een glutenvrije dieet. Voordien had ik enorm veel klachten en nu voel ik me prima. Ja. Heb ik celiakie? Ja, nou, dat weet ik natuurlijk niet. Want je hebt geen diagnostiek gedaan, je hebt geen bewijs, geen weefselbewijs, geen antistolbewijs. Maar je hebt wel een verhaal van iemand die zegt, ik word doodziek van gluten. Ja. Ik voel me fantastisch als ik glutenvrij eet. Mm-hmm. Ja, nou, dan ga je ook weer het gesprek aan. En natuurlijk als iemand zegt, ik wil per se weten of mijn darm ziek wordt van gluten, dan is een glutenbelastingstest een overweging waard. Ja. Maar als je van tevoren al weet, als iemand zegt ik ben intolerant voor gluten,
ik voel me veel beter op glutenvrije dieet. Ik blijf sowieso glutenvrij eten. Mm-hmm. Dan heb ik ook geen harde reden om iemand te gaan pesten met met een glutenbelastingstest en met scopieën. Kijk, ik vind het ontzettend leuk om te scopiëren en dat is allemaal prachtig. Ja. Maar dat is toch te weinig argument om iemand allerlei scopieën aan te doen. Ja. Dus je moet gewoon per persoon gaan praten en wat is het perspectief precies? Wat is de bedoeling? Ja. En als de bedoeling is om meer zekerheid te krijgen over een diagnose, dan zou je kunnen overwegen om daar glutenbelastingstesten en zo voor te doen, genetisch onderzoek enzovoort. Maar als iemand van tevoren al zegt, ik ben intolerant voor gluten, ik blijf sowieso glutenvrij eten, mm-hmm. dan heb ik geen harde reden om te zeggen, je moet per se al in onderzoek ondergaan. Nee. Maar dan ga je er wel van uit dat met het glutenvrij dieet ook de meeste klachten zijn verdwenen. Ja, dat is dan wel een voorwaarde. Als iemand zegt, ik heb heel veel klachten nog steeds, ja, dan werkt het blijkbaar niet het dieet. En dan kun je tenminste twijfelen aan de diagnose. Ja. En dan zou er ook nog eens een keer iets anders aan de hand kunnen zijn. Ja. Wat als mensen zelf denken van, nou, het zal wel celiakie zijn. Ja. Dan loop je ergens ook het risico dat er iets anders niet ontdekt wordt. Absoluut, nee, absoluut. Dus dit geldt natuurlijk vooral als iemand totaal geen klachten heeft. Ja, dan heb je geen reden om al in onderzoek te gaan doen. Als iemand wel klachten heeft, ja, dan moet je natuurlijk naar celiakie kunnen denken. Maar ook daarbuiten. Dus er kunnen natuurlijk ook heel andere zaken aan de gang zijn. Ja. Dus nee, zeker. Je moet natuurlijk nooit in een kokervisie alleen maar naar celiakie, ja of nee, celiakie kijken. Maar je moet breder kijken. En ja, waar komen de klachten vandaan? En het verhaal goed aanhoren. En op basis van klachtenpatroon, verschijnselen, moet je een idee vormen. Mm-hmm. Over wat er aan de hand zou kunnen zijn. En daar gericht onderzoek op doen. Ja. En het is vaak een heel vaag gebied met een heel brede, wat we dan differentiaal diagnose noemen. Het kan alle kanten uitgaan. Dus je moet daar juist je brede kijken als arts wel op... Of loslaten. Ja, ik heb die vraag erbij gevonden over die onofficiële diagnose van Ingrid. Zij zegt, veel mensen eten al glutenvrij en moeten dan tijdelijk weer gluten eten voor een diagnose. Nou, dat kan ontzettend belastend zijn als mensen dus ervaren hebben dat ze echt heel ziek van worden. 6 tot 8 weken is nog een beetje de huidige stand van zaken, dus ontzettend lang. Jij zult die mensen ook spreken die dan denken van, is er niet een andere route? Ja. Wat betekent dit voor mijn follow-up? Hè? Ja, zeker. Dus voor veel mensen is het een te hoge drempel om zo'n belastingstest te ondergaan. We weten trouwens ook bovendien ook niet exact hoe lang moet die test zijn, hoeveel gluten moet je binnenkrijgen. Wat wil je precies aantonen? Dus in de normale gang van zaken is het al zo dat ik met mensen ook overleg en zeg, je kunt zeggen van je moet 20 of 30 gram gluten per dag gaan innemen. Wat je ook kan zeggen is en daarmee zou je dus zeggen een soort model maken dat je zegt een overmaat van gluten, 6 weken lang of 8 weken lang en dan een antistoffen in bloed meten en een weefselonderzoek met een scopie. Maar je zou ook af kunnen wijken en zeggen, nou, ik wil weten of iemand ziek wordt van een normaal patroon van voedingsinname. En we weten dat in Nederland zo ongeveer 15 gram per dag gluten wordt ingenomen. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, nou, laat iemand gewoon normaal eten, normaal gluten binnenkrijgen. Want die 20 tot 30 gram die we nu een beetje aanhouden, wat je ook noemt, is ontzettend veel. Dat is ontzettend veel, Dat is bijna een heel brood. Ja, ja. Dus wat ik vaak met mensen... Het zijn allemaal persoonlijke gesprekken natuurlijk. Iemand moet gewoon kiezen wat hij zelf wil. Ja. En je moet uitleg geven over wat je gedachten precies zijn. Mm-hmm. Dus als je zegt van ik wil weten of iemand van een normale gluteninname ziek wordt, ja of nee. Dan kun je ook besluiten zeggen, nou, iemand gaat gewoon normaal eten, gluten eten. Ja. En dan kun je ook na een periode zeggen, dat kan na die 6 weken zijn, maar gewoon na 3 maanden of 6 maanden zijn. En wat je wil weten is of iemand op lange termijn daar wel of niet ziek van wordt. Of zijn darmen ziek van wordt. Of zijn lichaam daar schade van ondervindt. Ja. Dus dat zijn heel lastige onderwerpen. Ja. Ja. En dan zijn er ook nog nieuwe ontwikkelingen. Waarin met veel kortere inname van kortere termijn van inname van gluten. Je in bloed zou kunnen zien dat er een soort imprints, een soort reactie plaatsvindt op de witte bloedcellen. Ja. Dat je bepaalde patronen kunt herkennen die typisch voor celiakie zijn. Dat zou geweldig zijn. Ja, dat zijn ik weet van Gert Bauma, een hoogleraar in de VU. Mm-hmm. Die is daarmee bezig ook. Die kan die testen ook. Niet klinisch toepasbaar voor iedereen. Maar dat zijn testen waarvan we hopen. Ook binnen Europa is dat overigens op congressen wordt het al gebracht. Maar daar hopen we van dat het binnen nu in een paar jaar gewoon voor klinisch toepasbaar wordt. Voor iedereen beschikbaar wordt.
om dat toe te gaan passen. Want dat betekent dat er een diagnose zou kunnen komen voor de mensen die al heel lang glutenvrij eten, zonder een officiële diagnose, maar die dan 2 of 3 dagen, las ik, gluten gaan eten. Ja. En dan is het aan te tonen. En we moeten ook oppassen, want het zijn nieuwe ontwikkelingen. En die nieuwe ontwikkelingen, die beginnen altijd met hele enthousiaste verhalen. Maar je moet het goed bewijzen. Je moet bewijzen dat het betrouwbaar is, dat het reproduceerbaar is. Ja. Niet alleen maar bij meneer X, maar ook bij meneer Y. Dus op die manier moet je eerst zorgen dat het getoetst wordt aan de wetenschappelijke norm. En als het betrouwbaar is, reproduceerbaar is en betaalbaar is, dan kan het beschikbaar worden voor iedereen. Ja. En ik hoop dat dat heel snel zal zijn. Dus we houden ook nauw contact met Gert Bauma om in de hoop dat dat snel komt. Want maar heel gauw, die discussie over goede belastingstesten, dat loopt natuurlijk al heel lang. Ja. Dat is echt een heet hangijzer. Ja. Maar heel snel, dat zou zo nog een paar jaar kunnen duren. Voordat dan dat het met die paar dagen gluten eten. Ja. Ja. Ja, ik weet van, daar worden ook testen voorbereid, wetenschappelijke testen waarin dat nog in grotere groepen onderzocht gaat worden. Mm-hmm. Nou, en ik hoop dat dat snel gaat gebeuren, dat we ook deel kunnen nemen daaraan, mensen kunnen leveren om te zorgen dat we snel dat bewijs voorhanden hebben. Ja. Maar ik vind wel, je moet altijd die dingen wel betrouwbaar toetsen eerst. Hoor. Absoluut. Je moet niet zomaar een goed idee de wereld in gooien en dat maar gaan toepassen, maar eerst zorgen dat je bewijs levert. Nou ja, en tot nu toe, Bianca die stelde die vraag ook, van hoeveel en hoe lang gluten zou u adviseren voor een glutenbelastingstest? Omdat die 30 gram, en dat is zo ontzettend veel, je zegt net een normaal voedingspatroon. Dus dan denk ik aan, 's middags 2 boterhammen, 's avonds een glutenbevattende maaltijd. Gewoon hoe je achterbuurvrouw, zeg maar, die wel gluten kan eten, gluten eet. Zou dat ook betekenen dat je die grammen los kan laten? Dat je niet hoeft te wegen of met poeder aan de slag hoeft. Het grote probleem is dat we daar gewoon geen bewijs over hebben. En het liefste als arts heb je een zogenaamde evidence, hè, bewijs. Ja. Dat je op basis van wetenschappelijk bewijs adviezen kunt geven. Ja. Het probleem in dit geval is dat we geen wetenschappelijke bewijzen hebben. We weten niet hoe lang, we weten niet hoeveel. Dus we hebben wel ervaring, gewoon puur op basis van de studies die gedaan zijn, waarbij willekeurige hoeveelheden genomen zijn en willekeurige termijnen genomen zijn. Maar we weten niet hoe dat precies zit. Mm-hmm. Dus op dit moment zijn we nog bezig in de richtlijngroep om ook alle literatuur die erover bestaat bijeen te vegen. En op grond daarvan met de richtlijngroep, waarin allerlei mensen betrokken zijn, mm-hmm, ook de patiëntenvereniging trouwens, en te kijken van wat is nou een reëel voorstel voor een glutenbelastingstest. Dus ik zal op deze plaats nu geen uitspraak doen over wat ik vind dat moet gebeuren. Nee. Maar wat ik al zei, is er zijn ook mensen die in mijn spreekkamers, waar die zeggen van ik wil helemaal niet 15 gram eten. Ik eet af en toe eens een boterham of een glas bier. En op basis van mijn eetpatroon wil ik weten of mijn darmen ziek worden. Die wil het individueel houden. Ja. Nou, dat begrijp ik ook. Ja. Dus nogmaals, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, hoor. Dat je eigenlijk steeds meer. Die richtlijnen zijn ontzettend belangrijk. Die moet iedereen kennen. Als arts moet je die zeker kennen. En moet je ook delen met de persoon die voor je zit. Mm-hmm. De patiënt. Maar daarna moet je vooral afweken van richtlijnen. Afhankelijk van hoe die patiënt ook in het leven staat. Hoe die er tegenaan kijkt. Ja. Dus het is veel meer samenspraken. Waarin je meer persoongericht tot een passende oplossing komt. Ja. Dat werkt veel beter. Er zijn mensen ook veel, veel tevredener mee. En mensen houden zich veel beter aan afspraken die je denkt te maken. Ja. Dus ik denk dat de weg is die je moet volgen. Dat is mooi om te horen. Ik wil nog een bruggetje maken even naar die HLA-typering. En op maat bekijken met de patiënt, zeg maar. Want bloedprikken, dat is voor kleine kinderen heel belastend. En nou is sinds kort is er ook een mondslijmvlies. Een swab uit het mondslijmvlies mogelijk om de HLA-typering te doen. Werk je daar al mee? Of kun je iets zeggen over de betrouwbaarheid daarvan? Ik ben geen geneticus, dus ik vind die technische vraag die kan best door een geneticus bepaald worden, iemand van het laboratorium. Maar in de praktijk is het zo dat bij volwassenen gebruik ik die test nu niet. Nee. Weet niet. Ik dacht dat we in het Rijnstaten daar ook nog bij kinderen niet gebruik van maken. Maar dat weet ik niet zeker. Dus, maar het ligt erg voor de hand. Als die test beschikbaar is, dan is het uiteraard een hele makkelijke test die zeker gebruikt moet worden. Ja.
Dus ik denk dat dat snel zal zijn. Voor kinderen. Jazeker. Als je wilt weten of de genen spelen, maar je wilt het kind een bloedprikken besparen, dan zou je een swab uit het mondslijmvlies kunnen. Ja. Ja, en dan nog is het een totaalplaatje. Hè? Kijk, als dat kindje dus die genen blijkt te hebben, dan betekent dat nog niet dat die celiakie heeft. Nee, dus die antistoffen haal je niet uit het mondslijmvlies. Dan moet je toch echt bloed voor hebben. Ja. Ja, want mensen die hebben nog meer vragen over die HLA-typering. Annemiek die wil graag weten, want ze heeft twee kinderen. Eentje heeft de diagnose celiakie. Hoe zinvol is het dat ze voor dat andere kind, waar geen diagnose nog voor is, weet of de genen aanwezig zijn? Dat weten we niet. Mm-hmm. Maar wat ik wel weet is dat er veelal wordt aangeboden. Doe ik zelf ook. Je biedt wel aan om, als mensen dat graag willen, om wel dat genetisch onderzoek te doen. Ik weet van een collega van mij, van Margreet Wessels, kinderarts in het Rijn Staten. Die komt uit de groep van Meijerien uit Leiden. Mm-hmm. Leiden doet dat ook, ook in studieverband. Maar die bieden aan om binnen families, dus de eerste broers en zussen en zo, die wel te testen op genonderzoek. Mm-hmm. En dat maakt het makkelijk in de zin dat mensen die het gen niet hebben, hoef je niet verder te controleren. Niet te vervolgen. En mensen die het gen wel hebben, die weten dat ze in de loop van hun leven celiakie zouden kunnen ontwikkelen. Ja. We weten van blind dat zeg maar zo'n 10% van de eerstlijns familieleden van mensen met celiakie ook celiakie ontwikkelen. Mm-hmm. In de loop van hun leven. En als je dus van tevoren al kunt selecteren mensen die wel of niet die genen bij zich hebben, dan kun je natuurlijk die betrouwbaarheid groter maken. En mensen met name alert maken die het genpatroon wel hebben. Die weten dan, als ik klachten krijg, dan kan ik laagdrempelig bloedonderzoek doen om die antistoffen te meten. Ja. En je weet van Leiden dat hij ook systematisch dat doet. Dat je elke 2 of 3 jaar of elke 5 jaar bloed dan afneemt om te kijken of zich antistoffen ontwikkelen. Mm-hmm. Ongeacht of er klachten zijn, ja of nee. Ja. Dat is voor die groep die dus geen klachten heeft. Ja, maar wel dat is dan wel weer een vorm van screening. Hè? Dus dan vraag je je ook weer af, is dat goed te verantwoorden? Want als mensen geen klachten hebben, moet je ze dan onderzoeken. Dat is lastig. Dan moet je ook bewijzen natuurlijk. Hè? Dus vandaar ook dat onderzoek belangrijk is. Want en ook dan weer kun je overleggen. Wat voor schade dat oplevert. Het kan ook zijn dat je. Kijk, het kan zijn dat je mensen behoedt voor complicaties op lange termijn. Dat is heel mooi. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat je mensen een diagnose opplakt waar ze echt nooit last van gehad hebben. En ook last van zouden gaan krijgen in de loop van hun leven. Dus dat is een lastig iets. Dan moet je goed onderzoeken. Ja. Dat wordt momenteel gedaan. En in het geval van deze moeder met meerdere kinderen, zou je kunnen zeggen van nou, het is vooral fijn om te weten dat je dochter dan de genen niet heeft. Want dan kun je het loslaten om je zorgen te maken dat dat kindje ooit nog celiakie gaat ontwikkelen. Heeft het wel, dan is het dus meer op je hoede zijn en daar hoort daar de juiste voorlichting bij. Precies. Ja, ze heeft de genen, maar dat betekent nog niet dat ze ook celiakie krijgt. Maar dus meer dat je op de hoede blijft. Ja, nou, dank je wel. Lisanne die wilde graag weten, kun je ook een lichte vorm van celiakie hebben? Ook dat is een vraag die de patiënt zelf het beste kan beantwoorden, denk ik. Want wat is een lichte vorm, wat is een zware vorm? Ja. Klinisch als arts, van het perspectief van een arts kun je natuurlijk zeggen dat ene persoon is zieker dan de andere. Iemand die 20 kilo is afgevallen, iemand die 40 kilogram weegt, bij een lengte van 1,70 meter en sterke bloedarmoede heeft, die is ernstig ziek. Ja. De beleving van de patiënt zelf, dat is nog iets wat nog complexer is. Eigenlijk zijn mensen die niet 40 kilogram wegen, die misschien wel wat overgewicht hebben, maar toch heel ziek zijn. Dus ziek is natuurlijk een persoonlijk begrip. Ja. Dus objectief kun je zeggen, ja, je aantal metingen kun je verrichten, je gewicht en je bloedgehalte en je vitamines en zo, allemaal prima te meten. En op grond daarvan kun je klassificeren en zeggen iets is ernstig of minder ernstig. Maar het perspectief van de patiënt is daarin minstens zo belangrijk. Ja. Hoe ziek voelt hij zich? Mm-hmm. Hoe is de kwaliteit van leven? Ja. En als je op het glutenvrij dieet bent en je krijgt per ongeluk een keer gluten binnen, weten we ook dat er een groep is die daar ontzettend ziek van wordt. Ja. Maar dat er ook mensen zijn, ja, ik merk het niet zo. Nee. Ja, nee. Hoe dan ook, die auto-immuunreactie die komt wel op gang. Dus het betekent wel iets voor je darmen. Ja, ook dat is weer een hele ingewikkelde vraag. Ja, nou ja, daar is ook een vraag over, Peter. Ja. Want Mirjam die wil dat weten. Wat gebeurt er precies in je lichaam als je dus al jaren glutenvrij eet en je krijgt toch per ongeluk gluten binnen? Ja. Hoe kan het dan dat je naast darmklachten ook
klachten kunt krijgen, zoals extreme moeheid, hoofdpijn, grieperig gevoel. Ja, ja, het stikt van de vragen nog eigenlijk. Hè? Als je, als je gewoon, we weten heel veel over celiakie, maar we weten nog veel meer niet. Nee, dat is heel ingewikkeld. We weten niet precies wat er precies gebeurt, maar ook niet hoe erg het allemaal is. Dus als iemand bekend is met celiakie, jarenlang glutenvrijdieet volgt, af en toe een beetje gluten binnenkrijgt en geen last van heeft, ja, is dat erg? Is het niet erg? Dat weten we niet. Waar ligt die drempel? Wat ook vragen je gaat ook niet elke keer een biop nemen. Nee, heb je per ongeluk gluten binnengekregen? Eens even kijken of er al schade is. Ja, we hebben ook geen getallen. Dat we kunnen ook niet zeggen dat mensen... Er zijn natuurlijk geen studies van ook. Is één glas bier per week, is één broodje of één koekje per dag. We weten niet waar die drempel ligt. Nee. En bij de ene persoon is die drempel lager dan bij de andere persoon. Mm-hmm. Maar waar je op een gegeven moment objectief kunt vaststellen... en nou is het gevaarlijk en nou gaat het mis, dat weten we niet. Het is ook nauwelijks uit te voeren. Dus je zult ook een ethische commissie niet makkelijk vinden... die toestaat dat je dit soort drempels actief gaat opsporen. Want je maakt mensen ziek. Ja. Ja. Dus door ze gluten te gaan voeren. Dus het is een heel lastig gebied. We weten niet goed wat dat precies inhoudt. Ook dat is weer iets wat je met mensen samen moet beslissen. Er zijn mensen die ik begeleid die regelmatig gluten binnenkrijgen. En zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Vaak jonge mensen, mensen die midden in het leven staan. Die een enorm sociaal leven hebben. Ja, ik wil wel deelnemen. En ik hou mijn dieet wel, maar soms niet. Ja. En is dat erg? Nou, dat weet ik niet. En als iemand zegt, ik voel me goed, zegt hij dan. Nou, prima. Misschien dat we daar wel vaker zeggen, laten we het gewoon in de gaten houden. Laten we in plaats van elke 2-3 jaar, gewoon elk jaar kijken of er problemen zijn. Zijn er antistoffen? Is er ijzergebrek? Is er bloedarmoede? Zijn er andere problemen? Misschien moet je die mensen ook de botdichtheid daar in de gaten houden. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei persoonlijke overwegingen die je kan gaan maken met zo iemand. Ja, het komt steeds weer terug op de visie die je hebt van overleg met de patiënt. Kijk op individueel geval. Ja. Ik kan niet met hel en verdoemenis gaan zwaaien, wil ik ook helemaal niet. En zeggen van, als jij in een dieet houdt, dan gaat er alles mis en dan krijg je kanker en dan ga je dood. Ja, nee. Dat ten eerste is dat niet goed. Is dat niet zo? En ten tweede, ik denk dat je er niemand mee helpt op die manier. Dus je zult veel meer moeten spreken over de voor's en tegens. En er zijn natuurlijk wel degelijk risico's. Hè? Er zijn natuurlijk wel degelijk problemen die mensen met celiakie die niet een dieet volgen. Mensen die heel laat herkend zijn, die hebben natuurlijk wel problemen. Mensen die ik ken, die 20 jaar lang klachten hebben, zich presenteren, celiakie blijkt te hebben, kunnen ook zeer ernstig botdichtheidsproblemen hebben, ernstig osteoporose. Mm. Ja, dat zijn natuurlijk gemiste diagnoses en ernstige complicaties. Die mensen hebben echt veel ellende met inzakkingsfracturen, pijn in de rug, chronisch, niet meer te behandelen. Mm. Dus dat zijn echt hele vervelende diagnoses. Er is een risico. Dus je zult met mensen samen moeten gaan nadenken over hoe groot zijn die risico's, hoe staat iemand daar persoonlijk tegenover. Mm-hmm. Vaker intensiever monitoren, dat kan helpen. Dat mensen toch in ieder geval ook beter zicht hebben op hoe hun beloop van hun aandoening in de loop van jaren gaat. Ja. Nou, mooi om te horen hoe persoonlijk en individueel je dat aanpakt. Saskia die wilde nog even zeggen dat ze u een hele fijne arts vindt. Dus die had ook gereageerd. We zouden nog heel even terugkomen op de richtlijn die eraan zit te komen. Kun je dat kort en krachtig nog even iets over vertellen? Ja, die richtlijn, daar zijn we al enige tijd mee bezig. Er is een oude richtlijn uit 2008. Dat is al heel lang, te lang denk ik. Die richtlijn van destijds die is grotendeels gebaseerd op expert opinion. Een richtlijn is een ingewikkeld iets. Een richtlijn dat is in wezen bedoeld als een handreiking aan zorgverleners, maar ook aan patiëntenverenigingen, om een beeld te geven over hoe je met een ziekte kunt omgaan. De richtlijn zoals we het nu hebben aangepakt, zijn we gaan kijken van welke vragen staan er open. Welke klinische belangrijke vragen hebben een antwoord nodig? Mm-hmm. Nou, dan praat je over de diagnostiek, de vragen die hier ook langsgekomen zijn. Ja. Antistoffen alleen, moet je een biop nemen? Glutenbelastingstesten, hoe vaak, hoe lang, welke gevallen niet? Precies, dus er zijn heel veel vragen die open liggen. Nou, die vragen die behandelen we in een brede groep van mensen die betrokken zijn bij celiakie. Mm-hmm.
Mm-hmm. Er zit iemand van de, tenminste van de patiëntenvereniging in. Er zitten MDL-artsen in. Er zitten kinderartsen in. Kinder-MDL-artsen. Pathologen, huisartsen, diëtisten. Dus echt iedereen die betrokken is bij celiakie. Mm-hmm. En nou, samen komen dan, wordt de literatuur doorgespit. Dan worden we ondersteund door het Zorginstituut. Mm-hmm. En met het doorspitten van alle literatuur, het samenvatten daarvan en dan samen spreken over wat is het antwoord op de vraag die nu gesteld is, proberen we zo duidelijk mogelijk antwoorden te geven. Handleidingen te geven over hoe je met die vragen zou kunnen omgaan. En wat al blijkt, die richtlijn verwachten we eind van dit jaar. Voor de zomer moet de eerste concept klaar zijn. Eind van het jaar moet het geaccordeerd zijn. Mm-hmm. Maar ik kan nu al zeggen dat er nog steeds heel veel vragen niet wetenschappelijk beantwoord zijn. Dus dat is aan de ene kant teleurstellend. Aan de andere kant is dat een enorme uitdaging natuurlijk om ook weer verder te gaan met wetenschappelijk onderzoek. Ja. Enerzijds is er denk ik heel veel winst gehaald in de afgelopen jaren met het hele ziektebeeld. Het in kaart brengen van het genetische patroon. Het in kaart brengen van het immunologische patroon. Maar wat er nog heel veel rest zijn de klinische vragen zoals je dat ook gesteld hebt. Mm-hmm. Die vanuit patiënten komen. Dus er is heel veel werk aan de winkel nog. Maar die richtlijn die gaat rond de zomer zo komen. Die gaat wel wat helpen. Ook al is nog niet, zijn niet alle vragen. Ja, we proberen het al zo praktisch mogelijk te zijn. En niet alleen maar met open vragen. Ja. Dat ik al doe, ja. We hebben ontzettend veel besproken. Van alles over celiakie en over de diagnose uitgelegd. We hebben vragen beantwoord. Dus ik ga je ontzettend hartelijk bedanken dat je hier was. En voor al je uitleg en je toelichting. Geweldig. Nou, prachtig. Vanuit het prachtige Bemmel ben ik heel enthousiast om hier aan deel te nemen. Zeg. Ja, heel leuk. Heel leuk. In de volgende aflevering gaan we verder praten over het herstel. Waar je rekening mee moet houden als je net de diagnose hebt. Wie en wat je daarbij kunnen helpen. Wanneer je weer terug moet naar je arts. Dus er is nog genoeg te bespreken, Peter. Tot de volgende keer. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Hartelijk dank. Leuk. Dankjewel ook aan de luisteraars. Deel deze podcast vooral met de mensen waarvan je denkt, nou, die hebben er wat aan. En zoals we eerder al zeiden, we vinden het belangrijk dat de juiste informatie voor iedereen beschikbaar is. Dus vind je dit ook belangrijk en wil je ons werk steunen? Ben je nog geen lid? Word dan vooral lid of supporterlid, dat kan ook. Dat is maar €30 per jaar, want zo help je ons om jou van actuele informatie te voorzien. En van allerlei leuke dingen te organiseren, zoals lezingen, markten, workshops en ook deze podcast. Dus kijk voor lid worden en alle voordelen op www.ncv.nl. Dankjewel!